So. Zo, goedenavond dames en heren. Staarneus is live op de DSB Autobeurs, de Grand Edition. We beginnen bij de stand van BYD. Surinames eerste autohandel, elektrische autohandel. Het is best wel druk. Best wel interesse voor zo'n elektrische auto. Dat is een Yuan Plus. In Europa heet dat Atto 3. En daar staat de BYD seal. Een sedan versie. Deze kan op een volle batterij. Iets meer dan 500 kilometer halen. En deze haalt op een volle batterij. Tussen de 400 en 480 kilometer. En dit is een laadstation dat je thuis kan laten installeren. En hij werkt op zonne-energie. En dat is dus dat afdakje dat u hier ziet. Daar staan zonnepanelen op. En die vullen een batterij. En van daaruit daarmee kunt u dan uw auto elke avond chargen. Net zoals u een telefoon zou chargen. Daar heb je elke dag een volle tank. Dus stroomuitval is geen probleem. Goed, dat is BYD. En dan gaan we verder. We gaan een rondje lopen. Voordat we iemand van de organisatie tegen het lijf lopen. Wat is dit? Een Toyota. Daar staan we dus bij Kersten Motors. Wat is dit? Hallo, ik ben van Kersten Motors. Welke auto is dit? Ja, maar... Dit is een Prado, Toyota Prado mid-grade. Oh, het is een Prado? Oh, hij lijkt helemaal niet op een Prado. Nee, dit is de nieuwste shape geïntroduceerd van de Prado. En wij zijn sowieso de eerste in Suriname met dit model. Oké. En hoeveel kost zo'n nieuwe Prado? Wat een beursprijs en een showroomprijs. Voor de beurs hebben we het voor $103,000. En voor normale prijs is het $105,000. US dollar. Oké. Dat is een hele prijzige auto. Oh, het staat hier ook. Hi boy. Tenu lukken toch. En wat is dit? Die blauwe hier is een Corolla Cross. Het is eigenlijk op de plek van een RAV4 die we momenteel niet even kunnen importeren. Maar het is eigenlijk niet minder. Het is sowieso just as good, if maybe if not better, kan je bijna zeggen. Dus je smaak bepaalt dat gewoon. Corolla Cross. Kan je zeggen een 4-wheel drive Corolla? Nee, dit is een 2-wheel drive. Ja. Gewoon een hoge Corolla. Ik ga van de naam uit daar, Corolla. Ja. Corolla zijn meestal sedans, toch? Ja, maar deze is een SUV. Jawel, het is een SUV. Het zit ietsje hoger, het is ook heel erg ruim. Dus ik zou mensen eigenlijk aanraden om deze auto te komen checken. En sowieso hebben we ook testdrives van deze wagen. En dat kan u doen bij van het Hoge Rijstraat. Toyota Suriname. Jawel. Succes verder. Nee, dat is ook een Toyota. Oké. En dit is een Mitsubishi. Oh, oké. En SEMC Motors, Ford dus. Ford. Hallo.
oké, wie kan ik wel spreken? Wie kan me wel spreken? Als de head of the sales afdeling. Oké. Die dame zit daar. Oké, hoe heet die dame? Hoe heet die dame? Oké. Goed, nu staan we bij SCMC, de official dealer van Ford auto's. Er rijden ook een heleboel Fords in ons land. Hè? Ik dacht dat dat de duurste auto was. Maar dat is dus blijkbaar die nieuwe shape Prado voor $103,000. Wauw. Oké, dat is de prijs. Als je een mooie prijs kan geven. Ah, oké. Meneer Van Ravenswaai, Erik Van Ravenswaai, eigenaar van SEMC of Ford? SEMC, directeur van SEMC. Oké. Okay. Zo, hoe lang is SEMC al official dealer van Ford? SEMC is al vanaf 2011 dealer van Ford in Suriname. En er rijden toch wel heel wat Fords hier? Ja, zeker weten. En we zorgen ervoor dat we allemaal tevreden klanten hebben. Ja. En hoe doet hij dat? Natuurlijk, zorgen dat je gewoon een goede service hebt, altijd de juiste onderdelen op voorraad hebt en gewoon de klant een heel goede behandeling geeft, heel goede service geeft. Maar u heeft niet alleen een burgerlijke klant, om het zo te zeggen. Ik zie, er zijn heel veel Fords in de goudvelden, hè? Ja, we hebben ook veel bedrijven als klant, maar daarnaast zijn we ook heel actief voor de verschillende bedrijven. In de goudsector en ook in de oliesector. Dus we hebben een grote klantenkring. Bedrijven en personen en privépersonen. En wat heeft u speciale acties vandaag? Want een Ford is niet zo'n goedkope auto. Sorry, kan je... Heeft u speciale acties op deze beurs? Want een Ford aanschaffen, dat is geen... Nee, maar ik denk dat u voor de speciale acties ga ik zo meteen uw Mario de Vares doen. En hij is met deze actie belast van ons en hij kan alle informatie daarover geven. Geldt die actie alleen op deze beurs vanavond? We hebben hier heel speciale actieprijzen. En normaal hebben we ook acties, maar het zijn echt heel speciale actieprijzen die alleen op deze beurs gelden. Hoe lang hebben de klanten om nog slag te slaan? Wel, vandaag is de dag. Huh? Hoe laat sluit de beurs? 10:00. Tot 10:00? Oh, oké, mooi. Goed, succes verder. Dat is Ford. Er is ook Hyundai, een avondbeurs. Wat is dit? Dit is Hyundai? Oh, Hyundai. Nice car. We gaan deze livestream zo meteen afsluiten hoor. Santa Fe, Staria. Oh.
gaan bijvoorbeeld wel aangeven voor aanbetaling voor de deur. Dan gaan we aan de hand van de deur. Nee. Is er veel wat voor de manager? Ik ben wat dat betreft. Ik ga praten met een klant. Oké. Is er veel? Oké, dit is een Santa Fe, een Tucson, heel apart. Wat is dat? Een star, ja. Manager, no? Ja. Wat is uw naam? Sharon Pinas. Sharon Pinas, Kotsebue is mijn naam. Mevrouw Pinas, ik zie hier een star, ja? Ja, dat is het. De star is onze 9-seater people mover. Ik denk dat het de enige fan is op de beurs. Hij komt in een 6-seater, in een 9-seater, in een 11-seater kan je hem ook bestellen. Dus, en hij kan luxe. Wij hebben hem semi-luxe. Maar als je hem ziet, ben je bijna verkocht. Echt een hele fijne. Het heeft kort hoge ogen vanavond op de beurs. Omdat het ziet er zo apart uit. Hij is een... Ik moet zeggen dat hij een zeer futuristische look heeft. Vindt u zelf ook niet? Ja, laten we dichterbij gaan. En ik kan hem voor u openmaken. Kijk, je kan een fan kopen. Maar zo luxe weet ik niet of je hem gaat vinden. En voor deze prijs. En Hyundai voorziet hierin, in de Hyundai Staria. Kijk, in de tijd waarin we nu leven in Suriname, denk ik dat er meer bedrijven zullen zijn die met zo'n busje zaken gaan willen doen. Je kan een heleboel mensen en bagage plaatsen erin. En je medereiders kunnen zeer luxe zitten, zeer ruim. Zie je de beenruimte die er is? Het is fantastisch. Hij heeft van alles. Hij heeft een backup camera zo scherp als een televisie. Hij heeft een wireless charger. Hij heeft de nodige gemakken die je tegenwoordig hebt. En de nodige veiligheidsgemakken die je tegenwoordig hebt in een auto. Dus ik zou zeggen aan de mensen die kijken. En hij zit ook nog hoog. Hij is een hele hoge. Dus ik stel me zo voor dat iemand hem kan kopen en business gaat doen om gasten van Sandré te halen. En de gasten gaan niet krap zitten, maar erg ruim. Weet je, in zo'n busje. En luxe. Je hebt overal een USB-poort. Heerlijk. Het is gewoon een heerlijke 9-seater. En luxe. Ik denk dat het bij uitstek geschikt is voor een bedrijf dat mensen vervoert. Of naar Mungo, weet je wel. Of naar de grens bij Guyana, noem maar op. Verschillende mogelijkheden. Maar ook bedrijven die nu in de oil- en gassector gaan werken. Kom even bij ons kijken. Oeh, hij is wel prijzig hoor. Hij valt reuze mee, want voor deze prijs krijg je een heleboel. Hè? Kijk, hij is in de showroom 57,5 en vanavond en deze maand bieden we hem aan met $2,500 korting. Dus anyone die geïnteresseerd is mag bij ons langskomen aan de Van het Hogerhuisstraat nummer 23. Daar staat Pristine KNV, de nieuwe dealer van Hyundai in Suriname. Wees welkom. Mooi, thank you. En succes verder. Zo, dat was een aparte Hyundai. En dit is Isuzu. Dan zijn we bij Fernandes dus. Oké, we gaan even snel door, omdat we die livestream zo meteen moeten afsluiten. We moeten naar een ander item. Naar de Flying Hanuman. Als we niet te laat zijn. We gaan nou even teruglopen. Maar u bent welkom op de beurs tot 10 uur 's avonds. De DSB Autobeurs Grand Edition. Oké. Okay. Er wordt ook al business gedaan, zie ik. Is maar een bijwagier, hè? Veel bekijks. Best wel goed bezocht, hoor. En ik denk dat dit de duurste auto is op de beurs. De Prado 2025 voor $103,000. Wauw. Ik dacht dat elektrische auto's duur waren. Dat is het dus niet. Oké. Meneer Teendal, wat gebeurt er hier vanavond? Goedenavond nogmaals.
Vanavond hebben we onze DSB Autobeurs 2024, de Grand Edition. Dat is momenteel gaande. Ja. Het is de laatste in een reeks, hè? Klopt. We hebben in het Haas afgelopen jaar hebben we een aantal autobeursjes gehad. We hebben, om precies te zijn, in de maanden mei, juni en juli hebben we de regionale autobeursjes gehad. Die waren beursjes die meer gericht waren op het, de tweedehandse voertuigen. Ja, toch? Dus die hebben we een behoorlijke push gegeven in die maanden. En nu zijn we weer bij de grote jongens, de dealers die een eigen brand in Suriname vertegenwoordigen. Ja. En hoeveel van de Biggie Boys heb je? We hebben hier 8 dealers, zoals ik eerder zei, die allemaal een brand vertegenwoordigen. We hebben Datsun, we hebben Pristine Cars, we hebben Fernandes, we hebben SAMC, we hebben Kersten, we hebben BYD, de elektrische voertuigen. En we hebben daarvoor Redusa en HJ Motors. Ja. Tijdens dit hele campagne, weet u hoeveel auto's al verkocht zijn ter plekke? Dus om eerlijk te zijn heb ik de juiste cijfers niet. Maar ik merk wel dat er een goede aanloop is van bezoekers. En als ik zo de collega's mag geloven, zijn er een aantal serieuze klanten die reeds een offerte hebben. Dus waarvan we denken dat die tot een deal kunnen gaan leiden. Ja. Blijft het hierbij? Gaan die regionale nog door? Voor dit jaar? Ja, dus in principe wordt dit de laatste voor 2024. Maar natuurlijk, het is een ongoing proces. Dus we denken weer eerste kwartaal 2025 dat we weer met iets komen. Hoe het eruit gaat zien, dat moeten we nog gaan uitdokteren. Maar sowieso komen we in 2025 terug. Ja. Ondertussen hebben jullie competition, hè? Van de Haker in de Bank. Ja, heb ik begrepen. Ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar ik heb begrepen van dat ze ook hun beursjes organiseren. Natuurlijk, fair enough. Het is, de markt is zo. Dus je gunt ieder zijn of haar brood. Dus het is niet anders. Het is niet anders. Zij hadden steuns van 16% rente. Hoeveel is het vanavond? Vanavond is het 14%. 14%. We hebben de mogelijkheid voor 100% financiering. De looptijd is 9 jaar. De mensen die zich vandaag serieus melden op de beurs, die krijgen nog eens 50% korting op de bankkosten. Ja, dus en dat scheelt allemaal. En als ik dan ook mag toevoegen van dat alle dealers die hier aanwezig zijn, die hebben ook vandaag een speciale beursprijs. Dus er zijn ook kortingen bij de dealers, waardoor de klanten dan in principe een dubbel voordeel hebben als ze zich vanavond nog melden op de beurs. Ja. En het is tot 10 uur 's avonds? Het is tot 10 uur, ja. Het is tot 10 uur, dus we hebben pakweg nog 2 uur en 50 minuten. Dus ik wil de mensen hierbij oproepen van degenen die al onderweg zijn, oké, prima. Maar degenen die nog thuis zitten, mensen, jullie hebben nog 2 uur en 50 minuten om richting de Henk Aronstraat te komen. In de mooie tuin van de Surinaamse Bank. Ja, om dan uw voordeel te komen en halen eigenlijk uit deze dag. Dank je. Succes. Oh, we hebben Kia niet gezien. Dit zijn de nieuwste Kia's als je geïnteresseerd bent. En en Mazda. Nice. Dat is een Mazda CX-5. Maar het probleem van die auto was, hij had benzine. Dat is een Suzuki Vitara. Dat is een BT50. En dit is een Miata. Wauw. Nice.